Hallo allemaal, vandaag bespreken we de game Wolong Fallen Dynasty. Als de term Wolong je niets zegt, dan nemen we je dat niet kwalijk. Het nieuwste project van Team Ninja verkent immers vers terrein. En toch beschikt Wolong Fallen Dynasty over enkele relevante definities. Eentje daarvan is de knielende draak, een mythisch dier dat met Chinese cultuur doorgaans wordt gerelateerd. De andere definitie verwijst naar een held of grootspersoon die nog niet bekend is. Ironisch genoeg kan dat wel eens anders uitdraaien, want Wolong Fallen Dynasty bezit meer dan genoeg troeven om eeuwige roem te verwerven. In tegenstelling tot de Japanse setting van de Neo Games plaatst Wolong Fallen Dynasty je in de latere Han-dynastie die op het punt staat om te vallen. Het verhaal baseert zich daarvoor op de Roman van de Drie Koninkrijken. Dat is een Chinese roman die dateert van de 14e eeuw na Christus. Als naamloze soldaat neem je het op in deze donkere fantasieversie van de latere Han-dynastie tegen demonen, sluipmoordenaars en vijandelijke soldaten. Je ontmoet tijdens je reis wel historische figuren zoals Zhao Yun en Cao Cao die je bijstaan om te voorkomen dat het rijk verslonden wordt door die duistere krachten. De plot mengt mythologie met historische gebeurtenissen zoals de gele tulbandenopstand. Die opstand speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de eerste uren van de game. Die geslaagde combinatie zorgt voor een beklijvende ervaring die niet alleen respect toont voor Chinese geschiedenis, maar ze nog eens overgiet met een stevige, fabelachtige saus. Ondanks de meer lineaire aard neemt Wolong Fallen Dynasty je mee naar uiteenlopende locaties die elk een unieke sfeer uitstralen. De besneeuwde Hulao Bergpas, het demonisch fort van de gele hemel, de hoofdstad Luoyang, de top van de Tianzhu Shanberg en het bijbehorende bergdorpje. Elke plek beschikt over zijn eigen identiteit en voelt aan als een volgende stap in je zware beproeving. Bovendien wordt iedere locatie en confrontatie vergezeld van een knappe soundtrack. De kwaliteit van de muziek is zelfs van zulke hoge aard dat je makkelijk in het hoofdmenu kan blijven vertoeven en luisteren naar de uitstekende muzikale titelsequentie voor je nog maar het spel zelf induikt. Wolong Fallen Dynasty dompelt je onder in een stijl die zowel het oog als het oor streelt. Men haalt bij Team Ninja nog steeds de mosterd bij de Dark Souls games. En hier bestaan levels als battlefields. Deze slagvelden dien je te veroveren als je de volgende locatie wenst te bereiken. Traditioneel vertaalt zich dat in het verslaan van een paar bosses, maar je wordt aangespoord om onderweg zoveel mogelijk battle flags en marked flags te planten. De battle flags fungeren als rustplaatsen, denk maar aan de bonfires uit Dark Souls bijvoorbeeld, waar je onder andere genuine chi, ofwel je ervaringspunten investeert om in kracht te stijgen. De marked flags geven die mogelijkheid niet, maar ze helpen wel samen met de hoofdvlaggen je fortitude rank te laten groeien, zodat je morale rank nooit onder dat niveau zakt. Volg even mee. Die laatstgenoemde graadmeter, zijnde de morale rank, bepaalt los van je eigen level hoe sterk je bent tegenover vijanden en vice versa. Bovendien voegt de introductie van een springknop, iets dat ontbrak in de Neo Games, veel verticaliteit toe aan alle regio's. Dit systeem moedigt je aan om ieder slagveld helemaal uit te pluizen op zoek naar elke battle flag en elke marked flag. De combat is zonder meer schitterend. Dankzij de focus op Chinese vechtkunsten ligt het tempo in confrontaties een stuk hoger dan de gemiddelde Souls-ervaring. Je beschikt over een breed arsenaal aan verschillende wapens en armor die elk te upgraden zijn. Daarnaast heb je magische aanvallen genaamd Wizardry Spells en staan zowel bondgenoten als Divine Beasts je bij, dat zijn dan Chinese goden, om extra steun te verlenen in gevechten. Waar de combat echter volledig tot zijn recht komt, is bij het pareren. Gewone aanvallen kan je makkelijk blokkeren, maar critical blows zijn enkel te deflecten, zoals dat dan heet. Daarmee wend je niet alleen een gevaarlijke aanval af, het helpt bovendien openingen forceren voor een zogenaamde fatal strike. En die voelen meedogenloos heerlijk aan. Aanvankelijk zal je nog vooral aftastend blokkeren, maar zodra je dat pareren onder de knie krijgt, transformeer je snel via de uitstekende combat in een heldhaftige en meestervolle krijger.
De kern van dit alles ligt bij je spirit, een belangrijke parameter die de stamina-balk vervangt. Afhankelijk van hoe jij en vijanden het ervan afbrengen in gevechten, sprokkel je positieve of negatieve spirit. Ze brokkelen allebei terug af naar een status quo als je niets doet, dus momentum aanhouden is belangrijk. Slaag je erin om aanvallen goed uit te voeren en succesvol te pareren, bouw je positieve spirit op die zich vertaalt in krachtigere aanvallen en het gebruik van die wizardry spells. Word je veel geraakt, ontwijk je onophoudelijk of spam je de pareerknop, dan bouwt er negatieve spirit op. Verzamel te veel van dat negatieve goedje en je raakt uitgeput, waardoor je jezelf blootstelt voor aanvallen. Het spirit systeem voelt bovenal nooit oneerlijk aan. Je wordt gestraft als je de mechanismen wil uitbuiten, maar je wordt evenredig beloond als je geduld uitoefent en efficiënt speelt. De spirit balk zorgt daardoor voor een feilloze balans over de gehele lijn. Wolong Fallen Dynasty behoort tot het beste werk dat Team Ninja ooit heeft gecreëerd. De setting is rijk aan culturele details, de uitgebreide combat voelt ongelooflijk vloeiend aan en het spectrum aan gameplay-opties schenkt voor ieder wel iets unieks. Als resultaat krijg je een game die niet alleen professioneel ontworpen is, maar ook moeilijk neergelegd kan worden. Wolong is een derde definitierijker, topklasse. Wolong Fallen Dynasty is beschikbaar vanaf 3 maart 2023 voor Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series XS. Zijn jullie Neo-fans benieuwd om ook te duiken in het nieuwste avontuur van Team Ninja? Of gewoon zin in een uitdagende game? Laat ons weten of jullie Wolong Fallen Dynasty spelen. Vergeet zeker niet om nog een like te droppen en te subscriben vooraleer je zelf met de game aan de slag gaat. Fijn dat jullie er weer bij waren. Voor meer informatie over Wolong Fallen Dynasty en onze review van de game kunnen jullie altijd terecht op eurogamer.nl.